FC Utrecht, dat is onze club. FC Utrecht, in de hele... Goed, welkom hier bij Galgenwaard. Hoe vond je het om weer hier te zijn? Ja, natuurlijk top. Mooie wedstrijd, gewonnen. Leuk altijd om terug te komen in Utrecht. Ben ik uit geweest. Goede sfeer. Zat er lekker in allemaal. Dus ja, mooi dat de 3 punten hier zijn gebleven. Top. Op social media komen we je naam nog wel eens tegen. En dan wordt er gevraagd, hoe is het met Ruud Boydemans? Dus namens heel veel supporters, hoe gaat het met je? Ja, goed. Ik ben gestopt met voetbal natuurlijk. Ja. En helemaal het voetbal ook losgelaten op dit moment. Ik ben een beetje mijn weg aan het zoeken. Maar ja, voor de rest gaat het eigenlijk heel goed. Maar gezond, gelukkig, mooie vriendin, wat weet je nog meer? Zo, nou, we hebben de beelden. We weten ondertussen dat je liever een maatschappelijke carrière ambieert dan in de voetballerij. Ja, klopt. No arts. Heb je heel veel last van? Ik durf het woord gewoon niet te zeggen, maar we komen niet onderuit. Heb je last van corona? Tuurlijk, ja, zeker. We zouden een groot festival gaan organiseren afgelopen jaar en dat is helaas niet doorgaan door corona, dus dat is natuurlijk zuur. Maar goed, blijf positief en ik hoop dat volgend jaar als we open gaan, dus dat ik dan voor alles voor kan. Ja, we hebben begrepen, No Art is kunst, muziek en een unieke locatie. Ja, klopt. Nou, als we ons omdraaien, staat daar het bosbeeld. Van onze Frans. Dus kunst hebben we, ja, muziek hebben we. We hebben hier kale koppen, ja. Niet te stoppen. Ja. En we dachten hier van een unieke locatie, ja. De Galgenwaard. Ja, wie weet. Heb ik je op een idee gebracht? Ja, wie weet. Je loopt al gesprekken, dus... Het zou er zeker rond zijn, toch? Ah, top. Ja. Oké. Okay. Je bent niet voor niks, denk ik, publieksvriendin geweest bij Willem II. En nu ben je terecht. Bedankt voor je komst. Dat is in de club. Dankjewel. FC Utrecht wint de wereldcup. FC Utrecht maakt zich weer een goal.